Chinees nieuwjaar wordt altijd gevierd in de periode tussen 21 januari en 20 februari. De festiviteiten beginnen altijd op de vooravond van het nieuwe jaar en duren 15 dagen. De festiviteiten worden afgesloten met het Lantaarnfestival. Chinees nieuwjaar wordt gesymboliseerd door rood en gaat altijd gepaard met de beste wensen. Rood brengt geluk. Daarom zal je altijd tijdens Chinees nieuwjaar in alle Chinese huishoudens ook de kleur rood zien. Met beste wensen stickers en planten en bloemen. Het is namelijk traditie dat er tijdens Chinees nieuwjaar planten en bloemen als gift worden gegeven bij de overgang van het ene jaar naar het andere jaar. Omdat we tijdens Chinees nieuwjaar over bloemen en planten praten, het geven daarvan, zijn we gekomen naar Montplaisir Nursery. Daar zal Peggy, de eigenares, ons alles vertellen over de betekenis van de bloemen en de planten die we kunnen geven tijdens dit Chinees nieuwjaar. Hier is Peggy. Dag Peggy. Welkom, madame. Dankjewel, dankjewel. We gaan direct met de deur in huis vallen, want we staan direct bij twee soorten planten die je kan geven tijdens het Chinees nieuwjaar. Wat kan je ons over deze twee soorten vertellen? Wel, dat hier hebben we de kumquat. De kumquat is echt het brengen van geluk naar je toe. Ja. En dan hebben we de four season. De four season is de calamondin. De four season, waarom men four season is, we hebben vier seizoenen in China. Ja. In Suriname wel, in China. En elk seizoen hebben ze hun eigen betekenissen. Okay. En het wordt ook gevierd. En is het de bedoeling dat echt deze planten, met name deze twee, bij dit jaar horen? Nee, nee, nee. Kumquat is elk jaar. De kumquat en de calamondin koopt men elk jaar. Okay. En eigenlijk, je moet ook twee kopen, mm-hmm. Want dan heb je een balance in de family. Ja. De links en rechts graag voor het voorhuis, ja. Op je porch, weet je. Als een soort van welkomsthaag. Ja. Okay. En je trekt het geluk naar je toe. Ja, dat is ook een beetje de vertaling van, van de naam, hè? Ja. Oké, okay. Dus dit zijn twee van de soorten, maar er zijn nog veel meer. Ja, klopt. Los van het feit dat je dus over de geluksplanten praat, is er ook nog een bepaalde relatie die jij aan ons wil uitleggen vandaag over Feng Shui, hè? Ja, dat klopt. Want wat is Feng Shui precies? Leg ons wat meer... Eigenlijk kan je wel zeggen dat Feng Shui, Chinees nieuwjaar is related met Feng Shui. Mm-hmm. En daarom zetten we ook de Feng Shui planten. En hoe je waar je plaatst, wat ze betekenen. En waarom we ook voor elkaar kopen. Okay. Maar er zijn bepaalde planten die we voor elkaar kopen en bepaalde planten die we niet voor elkaar kopen. En dat je het zelf moet kopen, want geluk koop je zelf. Het geluk koop je, moet je het eigenlijk niet aan iemand geven. Ja, anders geef je het weg. Anders geef je het weg. Okay. En dat zijn wat ik altijd zeg, mensen vragen, mag ik mijn bamboe zelf kopen of mag ik mijn boeddha zelf kopen? Ik zeg altijd ja. Dat moet je juist zelf kopen. Ja, omdat je eigenlijk voor je eigen geluk dus je geluk moet zorgen. Okay. En de planten waarom we nu introduceren voor het Chinees nieuwjaar, is omdat het een heel traditie is bij de Chinezen om het huis, het nieuw geluk, naar binnen te brengen. Ja, voor het nieuwe jaar. Voor het nieuwe jaar. Okay. En wat nu goed is, wassen we ons schoon. Oké. Okay. Is het zo dat wanneer mensen hier naartoe komen en een plant of een bloem kiezen voor iemand die ze willen weggeven, dat ze ook dit advies meekrijgen? Plaats het daar en doe dit ermee of geef dit niet weg en hou dit voor jezelf? Ja, dat kan. Maar dat is heel moeilijk. Maar Feng Shui is eigenlijk wind en water. Ja. Okay. Dit jaar is het jaar van het watertijger. Zijn de kleuren rood? Heb je rood aan, hebben blauw, ik heb blauw aan, hebben geel en dan hebben we groen. Geluk ja, er zijn meer planten die we kunnen geven als cadeau, die ook geluk brengen en voorspoed. Ja. En ik heb begrepen dat we nu naar de narcissen gaan lopen. Ja. Hè? Dit zijn de narcisbollen. Dit zijn de narcisbollen en dit zijn de hyacinthebollen. Oké, okay, allebei dus. Ja. Ja. Dus waarom de bollen? Bollen is de spring. Chinees nieuwjaar is de spring lunar year. En de spring is het leven. In Feng Shui zegt men altijd, het nieuwe leven dat naar boven komt, het groeit met je mee. Ja, ja. Dus eigenlijk is dit het begin. Begin van het, dus een beetje symbool voor het begin van het nieuwe jaar. Ja. En dan wanneer het bloeit, dan you prosper. Ja, prosper. Oké. Dat is begin geluk. Te leren, weet je. Yes. Ja, goed zo. Dus dat zijn narcissen en hyacinthen. Yes. Oké. Okay. Dit kopen de Chinezen altijd. Mm-hmm. Dat is omdat het echt een begin van het nieuw leven. Ja. Okay, heel sterk symbolisch dus. Ja, the money tree of the jade plant. Okay. Waarom de jade plant is de wealth. Dat zet men altijd in de wealth corner. En je bedoelt het groen van het geld. Groen. Groen. Okay. En het is round. En in Feng Shui is alles rond. Feng Shui
heeft elk jaar een flying star. Mm-hmm. En de flying star verandert elk jaar. Okay. En de flying star dit jaar is de wel waar, dan moet je kijken waar je wealth corner is je huis. Okay. En als je met man en vrouw bent in het huis, dan kijk je naar de wealth corner van je man en van je vrouw. Ja, ja. En als ze aparte wealth corners hebben, hoe werkt dat dan? Dat staat dan beide. Okay. Maar we kijken naar de main, who brings the money in. That's the wealth corner. Ja, that's the wealth corner. Oké, okay, we komen nu bij een andere plan. Die is natuurlijk heel bekend. Dat is de lucky bamboo, hè? Ja, dit is de lucky bamboo. Dit is de lucky, het zeg je al, is de lucky. Mm-hmm. Waarom draait hij? Wij zeggen, niet iedereen koopt wanneer hij draait. Als je naar geluk zoekt, dat draait, dan wil je zeggen, laat me dit jaar draaien. Laat me een, geef hem een andere turn. Oké. Okay. Maar ook groeien, want hij draait naar boven. Ja, dus, en hij groeit. That's why. Upward spiral eigenlijk. En dan groeit hij naar boven. Dat betekent, you turn your life. Mm-hmm. You want to be good in good health, everything. It brings more luck. And then when it's good, he's growing up. Oké. Okay. Maar waarom een lucky bamboo ook droog? Het is eigenlijk ook een, men vindt, jammer, lucky bamboo gaat dood. Mm-hmm. Maar is het niet erg. Als het dood gaat, betekent, gooi wat het niet weg. Goed is, het sterft pakt. Af. Ja. En hij plakt, pakt de slechte dingen. Oké. Okay. En dan heb je Moet je daar wel weer een nieuwe kopen voor. Ja, Men zegt ook, de lucky bamboo mag je niet kopen voor mensen. Mag je niet kopen voor mensen. Ja, deze moet je zelf kopen. Deze moet je zelf kopen. Okay. Wat geluk brengt, zeg ik altijd zelf kopen. De money tree, de lucky bamboo, de Buddha moet je altijd zelf kopen. Okay. Want je geeft je geluk niet weg. Okay. En al koop men voor je, men geeft me altijd een envelopje terug. Ja, ja. En dat is symbolisch. Van, eigenlijk is het een waardering voordat je me iets hebt gegeven. Ik koop het bij je of ik betaal terug. Ja, ja. Hele mooie symboliek allemaal. Ja. En kijk, dit is, maar deze is wel de lucky bamboo. Dit is de rechte. Ja. Als je zegt, wel, ik heb het goed dit jaar. Mm-hmm. Money flows in. Yes, money flows in. Happy family. Ja. Alles goed, gezondheid, dan moet het gewoon doorgroeien. Het moet doorgroeien. Ja. Dan komt men een rechte en dan gaat dit groeien. Okay. Dus daarom hebben we twee soorten. Heel maar ik heb die andere niet in de rechte, maar ik heb deze toevallig. Oké, prima. En dan zolang ze er zijn. Ja, zolang ze er zijn. Dan hebben we hier de Pagira plant. Dat is also de money tree. Mm-hmm. Waarom gevlochten en waarom de money tree? De money tree, je zit aan het leaf, het heeft vijf, is net als de handpalm. Ja. De handpalm is, je grijpt het geluk. Okay. En warm gebonden, wanneer je hem grijpt, je bent dan moet hem je vast. Het vasthouden. Ja, ja. Oké, okay, hele mooie symboliek hoor. Maar, mensen vragen, als het doorgroeit, wat gebeurt er? Ik kan het niet meer vlechten. Ja. Ik ga het ook niet kunnen vlechten voor je. Mm-hmm. Maar, het is, de stam blijft. Mm-hmm. Het is gevlochten. Ja. Is niet erg. Dus als je het hebt gepakt, dan blijft het hem vasthouden, omdat hij dus inderdaad in een gevlochten status Het is. Het heeft gevlochten. Oké. Okay. Hij blijft. Ja. Dus het is geen paniek om te zeggen, nee, dus, het is niet meer mooi, maar hoe groter de stam wordt, hoe beter, hoe meer wealth. Mm-hmm. Oké, okay, want dus dat is waar eigenlijk de wealth vandaan komt uit, en je grijpt uit het fundament, hè? Ja. Oké, okay, heel mooi. Dankjewel Peggy. Maar er zijn nog een paar planten en bloemen die we moeten bespreken. Dus we gaan even naar het andere deel van Mon Plaisir Nursery om te gaan kijken naar een hele mooie collectie orchideeën. Daarover straks meer. Ondertussen zijn Peggy en ik gearriveerd in de kas, waar we speciale aandacht gaan besteden aan de orchideeën. En ze heeft een aantal bijzondere exemplaren hier klaargezet voor ons. Peggy, vertel ons wat meer over de orchideeën. Chinees nieuwjaar is ook, en Feng Shui is eigenlijk allemaal related. Alle planten, alle bloemen hebben een betekenis voor het nieuwe jaar. Voor het nieuwe jaar. Ja. Maar het is allemaal ook al meer bij het geluk weer. Ja. Waarom speciaal de Phalaenopsis? Because it looks like a butterfly. Okay. And the butterfly flies. Okay. It flies in, it flies out. So life is like the same. Okay. It's
balance. En dan heb je de geel. Dit is een speciale. Ja, dit is geel. Waarom geel? Het is natuurlijk ook in de kleur van het jaar. Van het jaar en dat ook. En dit is omdat hij altijd vol bloeit en het is geel als goud. Ja, ja. Dus mensen, alles is goud, is wealth. Dus dit koopt men is echt voor wealth. En dan heb je dus de stam als je deed, dat is de nobilé. Waarom het eigenlijk, het is ook net als een bamboe. En de bamboe is geluk. En wanneer een bamboe bloeit, betekent hij geluk. En dit geeft dan verschillende kleuren. En dan is het, omdat hij vol is, in bloem, is je blooming van je leven. Dat is waarom men dit ook koopt in Bechnees Nieuwjaar. Maar bloemen overal koopt men wel voor elkaar. Dus dat kan wel een gift zijn? Ja, dit zijn de giften. Want dit heeft eigenlijk niet het echt van het geluk van jou. Ja, maar meer het geluk dat er is. En dat zeg maar bevestigen en stimuleren op de plek waar het staat. Ja. Daarom mag je het wel als gift geven. Ja, ik geef meestal de bloemen als gift. Ja. En niet de lucky bamboes, de money trees. Dat is echt, en de nasjes, dat is echt het leven dat je zelf, het geluk dat je zelf moet brengen naar je toe. Naar je toe. Ja. Okay. En dat zet men ook in je wealth corner. Ja. En dit hoeft niet in de wealth corner. Dus is overal in het huis, dat je kan plezen. Dat was dus Peggy haar uitleg over de orchideeën die ook bij dit Chinees Nieuwjaar centraal staan. Er zijn nog een aantal bloemen waar we naar moeten kijken en daarna kan ik u alvast beginnen uit te nodigen om ook naar Mon Plaisir Nursery te komen om voor het Chinees Nieuwjaar zelf te komen kijken en te genieten van alles wat er hier te bieden is en natuurlijk ook de prachtige tuin. Peggy heeft al eerder gezegd, er zijn ook een aantal bloemen die je gewoon kan kopen en geven tijdens het Chinese nieuwjaar. En daar hebben ze in de winkel ook een hele mooie selectie van. Ja. Vertel ons wat meer over de bloemen. Ja, we hebben verschillende soorten laten halen. En het is eigenlijk dat alleen Mon Plaisir het laat halen, omdat wij ook de betekenissen kennen. Ja. Je brengt het ook niet over het hele jaar, want het is, you don't apply it every the whole year through. En dat zijn de zaligstakken. De zaligstakken zijn de katjes. Dat men roepen, of de pussy willow. En het is eigenlijk bij de Chinezen dat het is een, zijn de willows, de katjes die er intact en er zijn silver buds. En silver is brings money. En dan hebben we de forsythia en dat zijn de gele bloemen weer. En die zijn dus weer de bloei. En dan heb je de pionen. Pionen zijn liefde, liefde van familie. En dat koopt men ook graag. Oké, dan hebben we de chrysanthe. De chrysanthe is de yellow chrysanthe. Je koopt alleen de yellow en de red. Is echt de yellow. Red is geluk. Geel is dit jaar ook het gelukskleur. En het is ook de bud. Het is like the gold bar. En dan hebben we de lelies. We hebben de tulpen. De tulpen apply je meestal voor de kinderen. Is de richting waar de studierichting van de kinderen. En dat zet je altijd dus op de oruyari zelf. Dus voor het nieuwe jaar. Voor het nieuwe. Alles wat je hier koopt moet je altijd kopen voor het nieuwe jaar. Want het, je brengt het geluk. Ja, het nieuwe jaar start. En dus dan moet je eigenlijk starten met het geluk dat je hebt binnengebracht. Chinees nieuwjaar is alleen maar eten, 15 dagen alleen maar eten. Maar er zijn ook bepaalde dingen die je ook niet mag doen tijdens het Chinees nieuwjaar in deze 15 dagen. Maar dat ga ik niet noemen. En het belangrijkste is dat de pineapple. De pineapple is like gold. En daarom maakt men ook veel gerechten met de pineapple. En de oranges, weet je. En dan heb je. Dus die verwerken ze dan ook in het eten? Ja. De pineapple wordt verwerkt in cookies. En de sinaas ook in cookies. Everything is gold. Feng Shui is gold. Maar ik zeg niet dat je geld moet verdienen daarmee. Het is, je moet ermee kunnen leven. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Okay.
Heel veel informatie dus vanuit Peggy en Montplaisir Nursery. Dankjewel Peggy voor alle informatie. Jullie ook dankjewel. Ja. Ik ben blij dat jullie hier zijn gekomen. Ja. Voordat jullie allemaal weggaan, gaan we afsluiten met een fles champagne. Peggy, heel erg veel succes. Jij ook, Odette. En een happy new year. En prosperity en gezondheid. Dankjewel. Ook voor de kijkers, een happy new year. Chinese new year. Ja, happy Chinese 2022. Oh, tijger, het is niet een makkelijk jaar. En het is wel een struggle jaar voor iedereen, maar we gaan erdoor. En dit is een advies van, ik ben geen Feng Shui professional, maar het liefst wel veel erover. Alsjeblieft. Dankjewel Peggy. Proost. En mon plaisir, nursery. Yes, to the grow.